Op zaterdag 6 april vierde de EHBO-vereniging Asten haar 70-jarig bestaansfeest in het centrum van Asten. Het werd een middag voor iedereen die belangstelling heeft voor EHBO en veiligheid. Aan alle leeftijden was gedacht en op het Koningsplein waren twee demonstratieoefeningen. Wim, 70 jaar EHBO Asten. Ja. Wat een festijn vandaag. Een lange tijd en we hebben er een mooi festijn van proberen te maken. Dus voor jong en oud en voor iedereen is er wel wat om te leren of te genieten. Of dat ze wel iets van opsteken. Dus er is een mooie belangstelling. Dus ja, heel erg prettig. Ja. We gaan even terug naar de vereniging. Hoeveel leden telt op dit moment de EHBO Asten? Op het moment hebben we zo'n 120 leden. We hebben 9 eigen kaderleden, 7 loodsen en 2 loodsen in opleiding. En daarmee gaan we diverse opleidingen geven. En we houden de leden ook competent om waar nodig oefeningen bij te wonen. Ja, want de EHBO is een veelomvattende vereniging, daar gebeurt veel, hè? We worden veel gevraagd. Dus zijn er verenigingen in Asten of organisaties die iets willen organiseren, dan gaan ze vergunning aanvragen bij de gemeente. En die wijzen erop dat er EHBO aanwezig moet zijn. En dan komen ze vanzelf bij ons terecht. En dan gaan wij daar naartoe om hulp te verlenen. Heb je een idee hoe vaak de EHBO moet inspringen bij evenementen, jaarlijks? We hebben afgelopen jaar zo'n 60 evenementen bijgewoond. En er zijn dan ook meerdaags evenementen bij, zoals Kennedy Mars. Maar als het in kerstsfeer, dan ben je 5-6 dagen. En in totaal hebben wij vorig jaar een 2600 uur moeten posten. Ja. En dat met die 120 mensen? Nou, we doen dat met 120 leden hebben wij. Ja. Maar uiteraard hebben wij ook leden die voor zijn werkgever of zo EHBO nodig hebben. En die gaan meestal niet mee posten. Het posten dat hebben we met 75 actieve leden afgelopen jaar gedaan. Ja. En heb je dan daarbij ook nog jeugdleden? Ja, we hebben een opleiding jeugd A en een opleiding jeugd B. En pas geleden zijn er weer examens in geweest en dan zijn de volgende weer doorgegaan. Die jeugdleden die zijn welkom bij onze vereniging uiteraard, betalen alleen maar de opleiding. En dan blijven ze gratis lid tot aan dat ze met de vaste cursus mee mogen doen. Dat doen we om de binding te houden met de jeugd, om nieuwe aanwas te krijgen. Ja. Is het moeilijk om vandaag de dag de jonge mensen te motiveren voor EHBO? We zijn natuurlijk niet zo'n spectaculaire vereniging als een voetbalclub waar iedereen bij wil horen. Dus wij moeten actief werven naar jeugd, ja. Ja, dat klopt. Maar met zo'n dag als dit geeft natuurlijk wel weer een extra impuls. Want als je ziet hoe geruig het ook kan zijn of hoe spannend. Ja, zeker. En dan zie je ook dat er veel jeugdleden hier aanwezig zijn die spontaan mee gaan helpen. Nou, dat is alleen maar leuk. Daar juichen we toe. Dus ja. Jullie hebben ook een speciale opleiding voor gehandicapten. Jullie zijn ook daarin actief geweest. Of nog steeds actief. Kun je er iets meer over zeggen? Ja, we zijn gevraagd door iemand binnen onze vereniging om een cursus op te zetten voor mensen met een verstandelijke beperking. En we hebben in samenwerking met Kans Plus, Asten Zomeren, hebben we vorig jaar voor het eerst een pilot opgezet om te kijken hoe dat in zijn werk gaat. Daar hebben wij met een paar mensen binnen onze vereniging heel veel energie in gestopt en dat is een groot succes geworden. Oké. Okay. Dus ja, zeker. We hebben overal informatie in proberen te winnen, maar nergens was er iemand mee bekend. Het Oranje Kruis gaf ons het advies van laat ze met een volwassen cursus meedoen en dan laat ze deelcertificaten halen wat ze wel of niet kunnen. Nou, dan vinden wij dus dat het absoluut niet werkt. Je kunt die niet in een gewone volwassen cursus bijzetten en dan zeggen van jij kunt dit niet, dus krijg je daar alleen maar een papiertje voor. Dus hebben wij zelf helemaal een boekwerk ontwikkeld en zelf die cursus opgezet. En dat ze kunnen zeggen dat het een enorm succes is geweest. Zojuist was de voorzitter van de Nationale Bond, de heer Schouten, aanwezig. En die heeft ons het boekje gevraagd om het inderdaad landelijk op de kaart te zetten. Dus daar zijn we wel erg trots op. Nou, Asten wordt op die manier ook op de kaart gezet dus. Ja, zeker. Ja. Complimenten voor jullie vereniging. Ook complimenten zoals de dag er vandaag uitziet.